Afgelopen zondag vond het 18e Laus Liedjesfestival plaats in Beneden-Leeuwen. Het koor Terug in de Tijd organiseerde het jaarlijks Smartlappenfestival dat omgedoopt is in het Laus Liedjesfestival. Dit jaar had Terug in de Tijd weer twee koren uitgenodigd. Het meidenkoor Woest Genoegen uit het Brabantse Hank en het herenkoor De Rooise Dommelklanken uit Sint-Oederode. Uiteraard verzorgde ook gemengd koor Terug in de Tijd bestaande uit zo'n 60 zangers en zangeressen in optreden. Alle koren zongen elk 14 liedjes in twee blokken, dus in totaal 42 liedjes in zeer verschillende stijlen.